Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over cholesterol en de lipoproteïnen, zoals VLDL, LDL en HDL. Cholesterol is een vetachtige stof waar je ongetwijfeld wel eens van gehoord hebt. Ondanks dat cholesterol vaak alleen in een negatief daglicht staat, heeft cholesterol ook zeker belangrijke functies in ons lichaam. Zo is het onderdeel van elk celmembraan, worden er een aantal soorten hormonen van gemaakt, vitamine D en gal. Cholesterol is dus in normale hoeveelheden noodzakelijk in ons lichaam. Maar tegelijkertijd is een teveel aan cholesterol schadelijk. Cholesterol is een van de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. In de misinformatiewereld wordt de noodzakelijkheid van cholesterol in ons lichaam helaas vaak gebruikt om ook een teveel aan cholesterol goed te praten of zelfs als ook noodzakelijk aan te duiden. Hierbij wordt bijvoorbeeld gezegd dat LDL zo slecht nog niet is, ook niet in hoge hoeveelheden. Maar dat is onjuist. De relatie tussen een hoog cholesterol, onder andere in de vorm van een hoog LDL, is aanwijsbaar een oorzaak van atrosclerose en dus van hart- en vaatziekten. Hoe dat precies zit, leg ik uit in deze video. Cholesterol krijgen wij op twee manieren in ons lichaam. Onze eigen lever maakt het aan, dat is de relatief grootste hoeveelheid, en via onze voeding. De lever kan het aanmaken door glucose om te zetten naar acetyl-CoA, wat vervolgens door HMG-CoA-reductase wordt omgezet naar cholesterol. Dit is farmacologisch een belangrijke stap. De HMG-CoA-reductase kunnen we namelijk remmen met statines, zoals simfastatine en atorfastatine. De vetten die je eet worden verteerd en vervolgens in de darmcel opgenomen. Daar worden gilomicronen gemaakt? Bolletjes met vet, oftewel triglyceride, fosfolipide en cholesterol en een schil eromheen van eiwitten. Een gilomicron is daarom een voorbeeld van een lipoproteïne, wat letterlijk vet-eiwit betekent. Vervolgens gaat het gilomicron via de lymfe naar de bloedbaan. Vanuit daar kan de triglyceride-inhoud van gilomicronen worden gebruikt als. Brandstof voor weefsels zoals bijvoorbeeld hartspiercellen, energie om op te slaan in vetweefsel en de overgebleven kilomicronen met dus een relatief hoog cholesterolpercentage gaan naar de lever voor verdere bewerking. Via een receptor kan deze overgebleven gilomicron de levercel binnen, waardoor de inhoud ervan, inclusief cholesterol, binnen in de levercel beschikbaar komt voor verdere bewerking. Onafhankelijk van de afkomst van het cholesterol, dat het net nieuw is aangemaakt of binnengekomen via de voeding, zal de lever er nieuwe lipoproteïnen van gaan maken. Met daarin cholesterol en triglyceriden en eromheen eiwitten, zoals apolipoproteïne B, vaak afgekort tot APOB. Deze deeltjes noemen we VLDL, wat staat voor Very Low Density Lipoproteïne. Met name de triglyceriden worden weer in spiercellen en vetcellen afgegeven voor respectievelijk brandstof en opslag. Hierdoor ontstaan deeltjes met relatief weinig triglyceriden en juist veel cholesterol. Deze deeltjes noemen we LDL, wat staat voor Low Density Lipoproteïne. Deze LDL-deeltjes kunnen door cellen worden opgenomen met speciale receptoren om bijvoorbeeld het cholesterol te kunnen gebruiken voor het maken van celmembranen. Of voor het maken van hormonen. De rest van de deeltjes worden weer door de lever opgenomen via de LDL-receptor en gerecycled naar VLDL of uitgescheiden als onderdeel van gal. Een andere lipoproteïne die de lever maakt heet HDL, wat staat voor High Density Lipoproteïne. Dit zijn vrijwel lege bolletjes die juist een teveel aan met name cholesterol uit weefsel kunnen wegvangen en terug kunnen brengen naar de lever. Vervolgens kan ook dat worden gerecycled of worden uitgescheiden als onderdeel van gal. Heel kort gezegd brengt LDL de juiste cholesterol naar het weefsel en HDL haalt het er juist weg. Ter voorkoming van hart- en vaatziekten wil je het liefst een laag LDL. Um, een teveel aan LDL kan namelijk in de bloedvaatwand gaan zitten en zo aterosclerose veroorzaken. Zie de video hierover om meer te leren over LDL en schuimcellen en hoe dat leidt tot hart- en vaatziekten. HDL wil je het liefst zo hoog mogelijk omdat het helpt met cholesterol opruimen. Het verlagen van LDL is daarom een belangrijk onderdeel van de preventie van hart- en vaatziekten. Een gezonde levensstijl zoals beweging, niet roken en gezond eten helpt LDL te verlagen en tegelijkertijd HDL te verhogen. Soms is het nodig om medicamenteus in te grijpen ter preventie van hart- en vaatziekten, maar denk ook aan aandoeningen zoals familiaire hypercholesterolemie. De bekendste vorm zijn de statines, waarbij het aanmaken van cholesterol in het lichaam geremd wordt. Maar er bestaan ook andere routes, zoals cholesterolresorptieremmers die in de darm de opname van cholesterol tegengaan, fibraten, die onder andere de productie van VLDL door de lever verminderen. De PCSK9-remmers die zorgen voor meer LDL-receptoren op de lever, waardoor er meer LDL kan worden weggevangen uit het bloed. En de galzuurbindende harsen, waardoor cholesterol dat eenmaal is uitgescheiden via de gal niet nog een keertje kan worden opgenomen in de darm. Bekijk nu ook de rest van de cholesterol serie en leer meer over hypercholesterolemie en bijvoorbeeld de statines. Bedankt voor het kijken!